Mijn naam is Andrieën. Hallo. We zijn hier vanavond weer met het hele orkest. Nou, niet met het hele orkest, maar wel met het lekkerste gedeelte. De meisjes. Ja, ja. We gaan gezellig, we gaan er een Weense harmonica van maken hier. Dus we gaan inhaken. Pakt u elkaar vast. Maar... En dan gaan we heen en weer op die schitterende muziek van Johann Sebastian Strauss. Zijn we er allemaal klaar voor? Boven ook. Oké, meiden, daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Ja! Daar gaan we heen en weer. Ja, la, la, la. Dat is het. Ja, oeh, wat gezellig. Dat ziet er goed uit. Ja hoor, heel leuk. Rustig, we gaan snel, rustig, rustig. Rustig nou, rustig nou. Hoor nou, hoor. Hoor nou, hoor. Ik zeg het nog, we gaan veel te hard. Ik zeg het nog. Godverdorie. Nou, ga er maar af allemaal. Huppakee, de bus in. Ik kom er zo aan. Het is nou zo jammer dat u dat mee moet maken. Even snel van de bühne af. Ik ga het oplossen. Even snel eraf. Rustig nou toch. Wat is dat nou voor nodig? Kan, zijn de hormonen die spelen op, hè? Nou ja, ze zijn weg. Dan kan ik het even op. Hoe los ik dit op? Oh ja, misschien dat ik even tussendoor, om het op te lossen, een stukje klassiek toneel voor u kan brengen. Ik ben zelf ook een enorme liefhebber van klassiek toneel. En dan breng ik voor u mijn interpretatie van Romeo en Julia. Romeo en Julia. En het bijzondere is, ik speel zowel Romeo als Julia. Dus we vooral bezuinigen, dus hier ook natuurlijk. Hè. Ik begin aan die kant met Romeo. Romeo. Oh, Julia. Oh, Julia. 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 Oh, Romeo. Oh, Romeo. Julia, ik hoorde vannacht iemand op je slaapkamer. Ja, dat klopt. Wie was het? Wat zeg je? Ik zei, wie was het?
Goeie actie van Pearl. Even een grapje tussendoor, dat begreep u ook wel, hè? Om even de boel op te vullen. We gaan nu verder met een stukje opera. Ik ben zelf ook een enorme opera-liefhebber. En we brengen een Nederlandse opera. Dat is heel bijzonder. Het bijzondere is ook, ik zing hem ook in het Nederlands. Dat hoor je niet veel meer, een Nederlandse opera. En ik word begeleid aan de spinet door Jean-Louis. Hallo Jean. Louis er niet? Vandaag. 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 Vandaag ging ik ging vandaag, vandaag ik ging. Ik ging naar de slager. Ha. Ik ging naar de slager om worst te kopen. Ik vroeg aan de slager achter de toonkam: waar koopt u krakworst? De slager vroeg: hoeveel? Maar ik had geen pas bij mij om de worstjes in te doen. Dus stopte ik de worstjes onder mijn blouse en ik ging met de bus naar huis. Ik ging met de bus naar huis. Ja, ja, van je singelatie. Ik nam plaats in de bus tegenover een dame. Zij keek naar mij. Ik keek naar haar. Wij zagen beide geen gevaar, totdat de bus reed over een hobbel. En alle worstjes schudden door elkaar. En een van de worstjes glipte eruit. Ja. Robert ging die worst een keer erop. Wanneer er hier weer Robert ging die worst een keer erop. Dus ik pakte snel mijn mes. En ik sneed het worstje af. En de dame viel flauw. In alle consternatie glipte er nog een worstje uit. Ik pakte weer mijn mes, sneed weer het worstje af. En toen viel ik flauw.